Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Het is bijna Pasen en ik vond het wel een keertje tijd worden voor een proefvideo. Heb ik natuurlijk een paar jaar geleden ook al gedaan. Een proefvideo waarin ik diverse paaseitjes ging testen. Maar nu kwam ik er laatst tijdens het boodschappen doen weer heel wat paaseitjes tegen. Sterker nog, laatst was al in januari. Toen ik daar een Instagram post over plaatste, vroegen we verschillende mensen: kun je niet nog een keertje een proefvideo doen? Dus hier ben ik. Ik zat even naar links te kijken, want daar heb ik alle paaseitjes liggen. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verschillende soorten paaseitjes. Ze zijn allemaal van de Albert Heijn. Maar ze zijn alle 10 heel erg anders. En ik heb geen idee of ik deze in de vorige proefvideo met de paaseitjes ook al een keer heb geproefd. Ik hoop het in ieder geval niet. Maar bij deze laten we beginnen. Volgens mij ga ik kotsmisselijk worden hierna. Ik ga gewoon in willekeurige volgorde. En ik begin met Melk Disco Dip. Zien er heel vrolijk uit. Kijk hoe gezellig. En ik gok eigenlijk dat hier vrij weinig smaak aan zit. Want ja, Disco Dip heeft natuurlijk helemaal geen smaak. Het is wel heel gezellig. Ik denk dat de kindjes dit echt super leuk zouden vinden. Oeh, hij is heel hard. Niet gevuld of zo. Nu denk ik maar half een paaseitje gaan eten. Ja, hard. Smaakt naar melkchocolade. Maar dan met knapperige stukjes. That's it eigenlijk. Next. Niet heel bijzonder. Wit met pistache praliné. Kijk hoe vrolijk ze allemaal zijn. Als je al dit soort paaseitjes samen in een grote pot doet. Staat echt wel heel leuk. Is je wel in nood aan die pot leeg, denk ik. Ik ben dol op praliné. Zeker als het hazelnootpraliné is of zo. Maar pistache hebben we nog nooit gehad. Dus ik ben benieuwd. Kijk. Deze kon ik wel doorbijten. Een heel lichtgroene soort crème binnenin. Nou. Ik vind hem niet vies of zo. Maar ik proef de pistache niet heel erg. Ik proef wel heel erg de witte chocola. En dat crème lagen zorgt echt voor heel veel geplak in je mond. Maar ik vind de pistache niet zo heel erg overduidelijk. Hoeveel zit erin? 5,5% pistachenoot. En ik haal hem er eigenlijk niet helemaal uit. Beetje jammer toch wel. Volgende. Melk macaron mousse. En is dat dan een mousse die moet smaken naar macarons? Vraag ik me af, want er zit namelijk geen amandel. Nee, er zit geen amandel in deze paaseitjes. En macarons zijn gemaakt van amandelmeel. En ik vraag me ook af, macarons die krijgen toch vooral hun smaak mee door de vulling, zou je zeggen. Ik vraag me heel af wat ik me hier bij voor moet stellen. Wel gezellig, paaseitje met een wit stip. Daar ging een stukje op de grond. Kijk. Dat witte stukje was gewoon een stukje chocola. Dit is raar. Ze smaken inderdaad wel een beetje naar macarons. Maar ze doen me dus een beetje aan amandellikeur denken. Maar er zit helemaal geen amandel in deze eitjes. En dat vind ik toch echt wel heel gek. Ja, het zit er gewoon echt niet in. Dubieus. Wel heel erg lekker als je fan bent van marsepein of zo, van die smaak. Daar smaak ik namelijk naar. Volgende. Ben ik heel benieuwd naar. Wit crispy biscuit. Biscuit. En ik ben, als je mij al wat langer kent, een fantastisch groot fan van koek en chocola. Als er nou, of er nou koek in chocoladereven zit of chocola in koek. De combinatie van koek en chocola vind ik fantastisch. Dus ik hoop echt dat ik bij deze paaseitjes heel erg een crunch krijg van koek. Ze zien er wel mooi en chic uit, vind ik. Oh! Oh nee, ze zijn heel zacht. Kijk. Oké. Ze zijn lekker qua smaak. Maar als ik zie staan crispy biscuit of crispy biscuit, verwacht ik wel dat ik echt goed die koek kan proeven. En dat is gewoon niet het geval. Je proeft af en toe, nou je proeft het niet eens. Het is meer dat er wat knapper tussen je tanden als je deze paaseitjes koudt. Maar het is zeker geen
koek. Het is geen chocolade paaseitje gevuld met een stuk koek. Was dat maar zo geweest. Dat had ik namelijk echt mega gevonden. Maar dat is het gewoon niet. Wel jammer. Ik moet zeggen, misschien ben ik verwend hoor. Maar tot nu toe ben ik niet echt mega enorm onder de indruk van deze paaseitjes. Ik heb nog steeds niet zoiets van, oh, ik vind deze veel lekkerder dan melkchocolade of zo. Next is mokka. Mokka. Mijn opa was vroeger echt dol op mokka. Als hij jarig was of als een van mijn familieleden jarig was, dan hadden we altijd mokka schniet in huis voor hem. Mijn opa leeft al 14 jaar niet meer. Maar dat doet me altijd aan hem denken, de smaak mokka. Oh, dit zijn paaseitjes, die moet ik nog even uitpakken. Gelukkig, ik hoef dat met de rest niet. Het gaat toch even net wat sneller. Dit zijn gevulde, dus ik ga ervan uit dat deze binnenkant ook relatief zacht is. Oh, het is heel zacht. Kijk. Mm. Ja, dit is zeker wel mokka. Ja, en lekker ook wel hoor. Heel zacht van binnen. Heel romig zijn ze. Ja, ik vind deze denk ik nog wel het lekkerste tot nu toe. Deze heeft tenminste echt de smaak die op de verpakking staat. En dat is natuurlijk wel wat je wil. Volgens mij ben ik op de helft nog 5 te gaan. Ik heb ondertussen echt al zoiets van... nog meer chocola. Ah ja, iemand moet het doen. Deze klinkt heel erg lekker. Het is melk, speculoos en karamel. Ik denk dat ze dit soort paaseitjes trouwens ook wel weer bij Yamin kan krijgen. Op het moment dat ik deze video film zijn de winkels nog niet open. Maar vaak kun je ook wel online bestellen. Ik ben trouwens wel benieuwd wat jouw favoriete paaseitjes zijn. Is dat wit, puur of melk of het liefst met een vulling? Laat het even weten in de comments. En deze ziet er zo uit. Vrij simpel. Oh, nu een hele creamy. Nee, ik kan het niet zien. Oh, hier. Zie je dat glansje? Karamellaag. Ik hou daar nooit zo van. Hmm. Nou, in de verte proef ik wel speculoos, maar er zit ook ergens zo'n fris smaakje aan. En ik vind dus die karamel die erin zit, ja, is nooit helemaal mijn ding. Dus, nou, ik vind deze niet heel lekker. Dan hebben we melk met hazelnoot chocopasta, oftewel melk met Nutella. Kan bijna niks aan verkeerd gaan, zou je zeggen. Mmm, zo creamy. Deze is lekker. Ja. Zo horen paaseitjes te zijn. Echt Nutella in een paaseitje. Perfect. En heel plakkerig. Moet echt wegspoelen met een liter water zometeen. Ja, dit is echt by far mijn favoriet tot nu toe. Ik wou zeggen, nog 3 te gaan, maar ik zie net dit. Dit zakje. En deze zijn precies hetzelfde. In al mijn gulzigheid heb ik gewoon 2 zakjes van dezelfde smaak meegenomen. Hoe dan? Vind ik op dit moment trouwens niet zo erg, want ik zit behoorlijk vol van de chocola. Maar hier ga ik maar even iemand anders blij mee maken. Oh, wat een dommie. Goed, nog 2 te gaan. Deze is misschien wat lastiger. Dit is namelijk een koffie- en koekjesmix. Kijk. Ja, stel maar scherp jongens. Ja, daar is die. Maar ik vraag me dus af welke eitjes hierin zitten. Oh, hier. Melkchocolade eitjes met macaronmoesvulling. Die hebben we natuurlijk net gehad. Witte chocolade eitjes met biscuitvulling. Hebben we natuurlijk ook net gehad. En karamel speculaasvulling. Ik had echt bij het inkopen doen beter moeten kijken. Want die 3 paaseitjes die hierin zitten, die heb ik net al geproefd. En er zat er niet eentje tussen waarvan ik dacht, yes, dit zijn de allerlekkerste. Dus deze kan ook aan de kant. Lekker bezig. Nou, laatste dan. De melk pecan pieken karamel zeezout. Deze bad guys. Ik glitter te veel, denk ik, voor de autofocus. Nou, laten we gaan kijken. Ik vind pekannoot erg lekker.
En karamel zeezout is vrijwel ook eigenlijk altijd wel goed. Vrijwel ook eigenlijk altijd, vrijwel altijd ook goed. Mits het niet zo'n karamelvulling is als die we net hebben gehad. Dus fingers crossed. Oh, heel zacht. Ja, dat is het dus wel. Kijk. Vloeibare karamel binnenin. Maar. Hij smaakt wel goed. Maar die pekannoten. Nou, ja. Die pekannoten haal ik weer niet echt uit. Jammer. Het is gewoon echt weer melkchocolade met gezouten karamel. Licht gezouten karamel, want zo zout is het eigenlijk ook niet. En vind ik ook wel weer jammer. Ik heb niet zoiets van, oh wauw, hier zitten echt fantastisch lekkere paaseitjes tussen. Met de uitzondering van de melk, hazelnoot, chocopasta. Want dat zijn gewoon dus melkchocoladepaaseitjes met Nutella. En beter kan het wat mij betreft niet. Tenzij daar nog koek bij in had gezeten. Maar dat zit het helaas niet. Goed, ik ga dit gauw wegspoelen met een beetje koffie en een liter water, denk ik. Ik hoop dat je deze proefvideo leuk vond om te zien. Want zoals ik al zei, al deze paaseitjes kun je krijgen bij de Albert Heijn. Niet gesponsord, ik heb het gewoon zelf gekocht. Maar ik denk ook dat Jumbo een heel groot assortiment heeft. Al die Lidl, Yamin, overal kun je op dit moment wel paaseitjes krijgen. Maar mocht je een keertje een variatie willen aanbrengen, dan kan dat. Alright, dat was de video voor vandaag. Bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik je heel gauw weer. Doeg!